mijn naam is Erika Leonie en welkom op mijn channel. We zitten nog steeds in een lockdown, helaas. Maar dat geeft niet, want we hebben genoeg dingen te doen. Nou, zoals je ziet heb ik geen dreads in vandaag, want vandaag gaan we ze maken! Nou, ik ga zo meteen even wat spullen klaarzetten en dan gaan we beginnen. Ik heb hier de spullen die we nodig gaan hebben. Allereerst een handdoek, een beetje een grove. Dat is altijd wel fijn. Te glad, dat werkt niet zo prettig. Olijfzeep. Dat is gewoon een klont olijfzeep. Dat heb ik van de markt gekocht. Een plantenspuit met heet water. En wol. Ik heb zwart en wit vandaag. Ik heb blond wol, dat werkt het allerfijnst. En daar gaan we straks mee aan de slag. Je ziet hier een groot apparaat, dat is een kaartmolen. Die is handig, maar als je hem niet hebt, geeft het niet. Maar ik vind het altijd fijn om lekker te mengen qua kleuren. En dan is dit ding echt super handig, maar ze zijn erg duur. Dus, nou ja, hoeft niet per se. Ik vind het fijn, ik gebruik het. Maar in principe is het niet heel hard nodig. Oké, let's go. Ja. Nou, dit is dus de kaartmolen. Nogmaals, is niet verplicht, maar ik vind het heel handig. Zeker als je zelf je wol verft, want dan is het best wel stug. En dan kampt hij het als het ware, zoals je hier ziet. Is het allemaal weer uit elkaar geplozen. En als je dan dadelijk dreads rolt, dan klikt het weer tot een mooie dread. En dan krijg je minder knobbels en zo. En dan draai je dus aan dat hensel. Doe je die hier zo, doe je de kleur erin. Nou, je ziet, er zat al kleur in, maar dat is van de vorige keer. En aangezien ik dezelfde kleuren gebruik, hoef ik het niet schoon te maken. Doe ik zelf. Zo, een beetje zwart erin. Ik ga een beetje voor een Cruella de Vil stijl. Zwart en wit. Vond ik wel eens leuk om te proberen of dat wat was. Ik bedoel, we zitten hier nou toch in de lockdown. We kunnen van alles proberen op dit moment. Nou, je kan het dus hier wit doen, daar zwart, maar je kan het ook overlappen en alles. Je kan het lameren, zoals dat heet. Je mag doen wat je zelf leuk vindt. Ik doe meestal niet de dikke stroken erin. Dat werkt niet per se makkelijker namelijk. Dan ga ik hem losknippen. Schaar heb je trouwens ook nodig dus. Er zit hier een stukje waar geen pinnetjes zitten. Daar kun je hem prima loshalen. Altijd als je met een kaartmolen werkt, kijk uit dat je niet ergens tussen komt. Zoals hier ben ik een keertje tussen gekomen. Dat doet zeer. Het is niet zo dat je vinger eraf ligt, maar het doet wel goed zeer. Kijk, haal het er zo af en dan heb je gekaarde wol, zoals dat heet. Zo'n kleedje. Kijk. Oh ja. Yeah.
Hier gaan we de rest van maken. Ik heb ondertussen heet water gehaald. En hier heb ik een beetje olijfzeep. Meer is ook echt niet nodig. Dus je hoeft niet die hele barre of de hele zeep erin te gooien. Gewoon een beetje. En dat gaan we hier dus doorheen doen. Olijfzeep is overigens ruikt niet heel lekker hoor. Dus het is echt heel handig voor dit. En dan in het hete water lost het lekker op. En zeep zorgt ervoor dat het beter veelt straks. Schudden. Handdoek uit. Nou, plantje. Ga eens weg. Kijken of ik mijn plant wat kan opschuiven. Want... Nee, dat doet hij niet. Jammer. Nou, dan gaan we hier zo. Het is trouwens ook wel handig om je handdoek iets nat te maken van tevoren. Want anders rolt hij heel erg snel mee. Oh ja, volgens mij had ik dit ding gemold de vorige keer. Zo. Misschien dat ik mijn bureau een beetje opschuif. Goed, handdoek een beetje nat. Dan pak ik een beetje wit. En een beetje zwart. En dan gaan we zo een dred leggen. En dan mag je zelf bepalen hoe dik je hem wil of hoe dun. Ik zelf hou best wel van dikke dreds. Maar er zijn heel veel mensen die ik ken die houden er juist van dunne. Ja, wat ik zeg, ik ga een beetje voor een Cruella de Vil-stijl. Zo. Dan maken we hem nat. Ja, daar is die. Een soort van. Ik heb mijn plantenspuit vorige keer een beetje stuk gemaakt. Ik dacht, dat doet hij de volgende keer wel weer. Maar dat valt tegen. Ja, dan gaan we rollen. Ik rol eerst altijd overal een beetje licht. Zodat ik kan zien wat het ongeveer gaat worden. Ik zet ook mijn hand zo even hierboven tegen het wegrollen. Je zei van de handdoek. Er zijn ook mensen die gebruiken sushi matten of zo. Ja, ik eet nooit sushi eigenlijk. Dus, en ik maak ze al helemaal niet zelf. Dus ik heb niet zulke matten, maar dit werkt ook prima. Je mag echt wel wat kracht zetten. En het leuke ook van dit soort dreads is, je zou ook bijvoorbeeld één kant van je hoofd wit kunnen doen en de andere kant zwart. Dan heb je helemaal die Cruella de Vil stijl, zoals die van Disney. Maar ik wil in dit geval wil ik lekker mengen.
Hier zie je al echt dat het een dread vormt. Je kan het zo gek maken als je wil. Je kan ook allerlei kleuren doen. Dan krijg je helemaal een leuke mix. Het was dat ik nog geen zwart-wit gelameerd had. Dat ik dacht, is dat leuk. Ja, tot dusver vind ik het wel leuk. Dus dat scheelt. Ik wou wel een beetje dat mijn pand er spuit in die goed doet. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Kijk, hij druppelt in plaats van dat hij echt sproeit. Nou ja, we doen het ermee. En een gemiddeld hoofd heeft tussen de 60 en 70 dreads ongeveer. Het ligt er natuurlijk aan hoe dik het haar is en hoe groot het hoofd en welk gedeelte je allemaal wilt dreadsetten. Sommige mensen willen alleen op het achterhoofd. Of, ja, en ik heb een hanenkam, dus ik hoef ook niet zoveel. Ik heb gemiddeld zo'n... Nou ja, ik hou van dik zetten. Dus ik zet soms meerdere woldreds op een plukje. Dus dan heb ik er zo'n stuk of 20 in. Maar in principe zou ik er met 10 al uitkomen. En woldreds zijn niet zo zwaar. Dus daar kun je er makkelijk meer van inzetten. Een stukje ervan. Ja, en naarmate je langer bezig bent, dan wordt de handdoek ook natter. Dan gaat het allemaal veel sneller. Zoals nu is de handdoek nog redelijk droog. En zo zie je. Zo krijg je een dread. Nou, dit is dus de woldread die we hebben gemaakt. Wol, ja, zuigt het vol met water. Dus ja, het is nat en het kan ook gaan druppen en zo. Hang het uit. Volgende dag is het wel droog, maar zet er ook iets onder. Iets van een emmertje of zo om het vocht op te vangen. Maar zo worden ze dus gemaakt. En het was een korte video, maar hopelijk wel leerzaam voor als je zelf dreads wil maken. Ik zweer bij woldreads. Synthetisch kun je ook zelf maken. Dat doe ik ook nog wel een keer met jullie. Maar ik hoop eigenlijk dat de lockdown gauw voorbij is, want dan kunnen we weer leuke dingen doen. Met acteurs en zo. Dus. Maar ja, in elk geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Aju!